Tegenwoordig komen er veel minder stuitbevallingen voor dan bijvoorbeeld 15 of 20 jaar geleden. En het heeft ermee te maken dat de techniek om het kind te draaien in de baarmoeder steeds is verbeterd. Dit draaien, of versie zoals ze het noemen, wordt gedaan door de gynaecoloog. Want als de baby in stuit ligt, dat betekent dus dat de stuit, de bibs, beneden ligt. Dus die ligt voor de uitgang. Ja, dus de bibs ligt eerst. Sommige kinderen hebben de voeten helemaal voor het gezicht, dus de been helemaal opgeslagen. Maar je hebt ook kinderen die hebben de voetjes helemaal beneden, dan liggen ze meer gehurkt. In beide gevallen wordt het stuit genoemd, omdat ze dus met de bibs beneden liggen. Nou, in dat geval mag je wel vaginaal bevallen, maar moet je in het ziekenhuis bevallen onder begeleiding van de gynaecoloog. Daar zijn afspraken over gemaakt in Nederland, omdat het steeds minder voorkomt. Zijn de verloskundigen daarin ook de expertise wat verloren? En hebben ze dus afgesproken van de weinige keren dat het nog voorkomt, wordt het in het ziekenhuis gedaan onder begeleiding van de gynaecoloog, omdat die dus wel vaak begeleidt en daardoor een goede expertise heeft op dat vlak. Maar er zijn ook veel vrouwen die zeggen, ja, maar ik wil toch wel graag thuis bevallen of polyklinisch bevallen. Hoe moet dat dan? Ja, dat mag dus niet als je een stuitbevalling, een stuitligging hebt, zoals het heet. Maar je kunt wel de baby gaan draaien. De verloskundige zal je dan doorsturen naar de gynaecoloog. Dat moet meestal voor de 36e week worden gedaan, omdat er nog ruimte moet zijn in je buik om het kind te laten draaien. Nou, wat de gynaecoloog dan doet, is dat het hoofdje wordt naar voren geduwd en de bibs wordt omhoog getild. Dus ze laten het kind eigenlijk koppeltje duikelen. En doordat het kind voorover koppeltje duikelt, komt hij dan op een gegeven moment met zijn hoofd beneden te liggen en met de bibs naar boven. En als het kind in die positie ligt, dan mag je dus wel thuis of polyklinisch bevallen. Alleen de gynaecoloog moet de draaiing doen. Je moet dus niet een buurman laten knutselen, of je zus of een nicht of je partner. Die denkt van, nou weet je, dat kan ik ook wel. Even een paar YouTube-filmpjes kijken en dan doe ik het zelf wel. Dat moet je dus niet doen. Want dat draaien, er zit ook nog een navelstreng in de buurt, er zit een placenta in de buurt. Dus het moet wel gedaan worden met een echo in de buurt. De gynaecoloog moet goed controleren waar ligt het kind. En vindt het kind het nog wel prettig? Dus ze houden ook de hartslag van het kind goed in de gaten tijdens het draaien. Dus als je een kindje in stuitligging hebt en je bent nog maar 30 weken, is helemaal niet erg. Ze hebben nog ruimte genoeg om te draaien. Maar tussen de 34 en de 36 weken moet hij wel een keertje goed gaan liggen. Is dat dan nog niet het geval en ligt nog steeds met de bibs naar beneden, dan zal de verloskundige met je gaan overleggen of nou, wat wil je? We kunnen altijd proberen te draaien, maar dan stuurt ze je dus door naar de gynaecoloog.